Maar we gaan dus de foampit legen en ik ben altijd benieuwd wat we vinden in de foampit, want vaak vinden we wel leuke dingen. Maar... Welkom bij een nieuwe vlog van Jochen. Vandaag ga ik het minst favoriete ding doen van heel mijn werk wat ik hier heb. En dat is heel even de foampit gaan legen. Normaal doen we dat met een mannetje of 10. Coronacrisis, je mag niet met zoveel mensen zijn. Dus ik heb alleen Martijn. Hallo. Tot nu toe. En Dico en Kai komen er misschien ook nog bij. Maar we gaan dus de foampit legen en ik ben altijd benieuwd wat we vinden in de foampit. Want vaak vinden we wel leuke dingen. Wat denk jij of je iets kan vinden? Heel veel sokken en één armbandje. Sokken en een armbandje. We zullen zien. Wanneer zijn we klaar, denk je? Oeh, we hebben wel eens vaker de foampit gelegd. Daar hebben we een paar video's van op het Crossgyms kanaal. Dus wil je die video's checken na deze video, check dan even de video's hoe we vorige keer de foampit hebben gelegd en wat we hebben gevonden. Ja, zeg maar, hoe wil je doen? Ben je van die naar die kant kijken of van deze naar die kant? Als jij ze zo eruit gooit, ja. Gooi ik ze zo eruit. Okay. En ik zal nu al, niet zo lekker, maar echt al ver gooien. Zo, nog 800.491 blokjes gaan. We zijn nog, hoe lang zijn we bezig, Martijn? 5 minuutjes zijn we. Nee, 5 minuutjes bezig en we hebben al het eerste dingetje gevonden. Dat is een muts. Mooie muts, van wie is die? Ik denk van Brett. Ik denk het ook. Nou, kom maar ophalen. Kom op jongen, werk eens door man. Ja, ik doe mijn best. Pak je muts hierin kwijt. Ja, wie gaat er springen met de muts? Martijn. Ja? Vind je het nog leuk jongen? Ja, best wel, het gaat wel goed. En tot nu toe, wat we gevonden hebben. Sokken en dingen van een Nerf gun. Als jullie denken van, waarom dingetjes van een Nerf gun? Daar gaat een hele leuke video aan komen, maar die is niet van ons. Hey, Martijn heeft weer eentje. Nog één, vangen. Martijn en ik hebben al, ik weet niet hoeveel werk gedaan. Martijn jongen. Ja? De hulptroepen zijn er. Kai en Dico. Martijn, zie je dat? Wij hebben gewoon echt al een halve bak gedaan met z'n tweeën. Ja, zijn ze allemaal glimmen. Het is echt wel een halve bak, hè? Een halve bak weg, een halve bak van. Zo! Hé hey, Kai, hoe lang ben jij hier al? 5 minuten. Mooi hoor. Altijd weer in de bad. Kai, laat je handen eens zien. Je ziet hoe grote handen je hebt. Ja. En dan doe je de hele tijd één blokje teruggooien in de bak. Met mijn kleine handjes. Ja, Kai gooit je gewoon terug de bak in. Ja, pak kleine. Martijn, hoe lang zijn we nu al bezig? Ik denk 2 uur. Maar we hebben best wel veel pauzes gehad, of niet? Ja, vooral hij. Wat? Ik heb al zo'n. Lukt het Dico? Ja hoor. 5 minuten. Dit gaat echt nog wel een tijdje duren voordat alles leeg is. Zo ziet de foampit eruit als de helft eruit is. Ja, iets meer dan de helft. Kijk, dat is best ver, zijn. Oh, sorry. Hey, dat was daar af te moeten. Ah, eindelijk komt in zicht. Ja, ja, ja. Goed bezig, die mannen. Nee, als je gewoon een net eronder legt, de bovenkeer laat je. Dit is dus waarom je moet legen. Waarom gooi je die blokken hierheen? Waarom gooi je ze niet gewoon erop? Ja, omdat dat er dan dit gebeurt. Ja, als je hem nou iets hoger probeert te gooien. Mamma. Ja, ja. Money in the pocket. Voor iedereen die bij Crossgyms komt, steek veel klein geld in je broekzakken als je in de foampit springt, alsjeblieft. Ja, liever groot geld. Dan kun je sneller draaien. Doe maar briefjes van 50. Ja, met briefjes van 50 ga je nog sneller draaien. Hey, dan kun je wel trippen. Ja, makkelijk. Kijk, heb je al eens geprobeerd met een briefje van 100? Ja, zeker. Dat toen ik voor de eerste keer kwam. Quad, ja, ja, ja. Toen ik voor de eerste keer kwam, ja. Dat is echt. Sterker nog, als je het op de supertram doet, ja. dan ga je nog sneller. Maar schroeven kun je het best met klein geld doen. Ja, dat klopt. Ja, dat werkt echt goed. Heb je meer gewicht en zo? Ja. Dit is toch wel echt een legendarisch plekje, Kai. Het sloopt gelijk heel de boel.
Dan moet ik hier niet gebruiken. Daarom moeten er ook die blokken op. Ja. Doe je voet er eens op. Ja, kijk op de pas. Kijk op de pas. Dat we echt heel naar kunnen vallen. Ja. Ik had ook niet verwacht dat je er doorheen zou springen. Nee, ik ook niet. Gast. Nou, hou die zak dan open. Ja, ik doe mijn best. De vondst van een dagje foampit legen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nerf dingetjes. Rubber kogeltje. Hier gaat een hele leuke video van komen. Ik zal niks verklappen, maar Brett die heeft pijn gehad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hele mooie sokken en 2 sokken die iets minder zijn. En, we mogen niet vergeten, 2 euro. Dico, kop of munt? Kop. Kop, je mag hem hebben, vriend. Oh, hier, alsjeblieft. Vonden jullie dit een leuke video? Even abonneren allemaal op het YouTube-kanaal. Duimpje achterlaten. Comments, stuur hem door. Doe allemaal wat. En dan zien we jullie volgende keer weer. Later! 1. 4 zakjes val. Nou, als je dat weggooit, dan ben je klaar voor vandaag. Oké. Ik heb genoeg gedaan, vind ik. Zet hem op een Dico, je kan het. Ga je nou alle zakken tegelijk tillen? Ja. Denk aan je rug, hè? Oh ja.